Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag een Project Cars 3 video, want Project Cars komt natuurlijk uit deze maand. En we willen gewoon een zo goed mogelijk beeld hebben van wat Project Cars 3 ons biedt. En ik heb een aantal scenario's die ik mag gaan vastleggen voor YouTube en live op stream. En dus gaan we dat ook doen. En vandaag is dat Interlagos in de Formule B-auto's. Nu moet ik zeggen, ik heb nog niet op Interlagos gereden in Project Cars 3. En ik heb ook nog niet in de Formule B-auto's gereden, wel heel veel Formule Renault. Auto's gereden in Project Cars 2. Ik neem aan dat het verschil niet heel erg groot is, maar ik durf daar niks over te zeggen, want ik heb er gewoon simpelweg geen verstand van. Dus dat laat ik dan ook maar achterwege. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Vergeet ook niet te liken en te subscriben. Dat helpt het kanaal enorm en dan kunnen we in de toekomst nog meer toffere dingen gaan doen. Voor nu, veel kijkplezier. Oh. En daar gaan we. Goeie start. Ondanks dat ik het idee had dat ik echt verkeerd opschakelde. Dat ging ook per ongeluk hoor, maar. Dat is een great start, mate. Hey, wat gebeurt er? Ze halen me links en rechts in. Zet ik gewoon te laag in mijn toeren daar of zo? Het doel is om niet te spinnen vandaag. Track limits. Maar het wordt toegestaan. Oh. Het is af en toe wel. Echt zoeken naar de grip. Je ziet, je hebt hem dan en dan schiet je ook gelijk even een paar man voorbij. Hé, hey, wat gebeurt er hier nou, joh? Daar ben ik de dupe van. Tricky corner was dit wel. Altijd wel geweest. Nou, we komen er. Geen goede eerste ronde, jongens. We staan één de laatste. En volgens mij is degene die laatste staat, is degene die ons eraf beukt hier. Ik heb nog niet de feeling met deze auto, dat is wel duidelijk. Woe, de stoeier. Even zoeken waar ik moet remmen, waar ik weer vol op het gas kan. Dit gaat al iets beter als net. Hier had ik net echt onderstuur als een man. Maar de auto lijkt af en toe te glijden, hè? Echt niet normaal. Oké, kunnen we nu onze eerste inhaalmove maken? Richting de Senna S. Ik zweet me kapot, het is hier zo bloedheet in de studio, jongens. Echt niet normaal. Oké, dat was de eerste, maar we zijn zeker nog niet van hem af. Kijk, hij komt alweer langzij. Buitenom. Nice overtake there, very smooth. Ja. Je wint er eentje en je verliest er ook gelijk weer eentje. Oh, weer dit man. Zo'n gigantisch onderstuur. Ik
durf niet te vroeg op het gas weer te gaan. Want je voelt die auto. Voel je gewoon dat hij op de rand van de grip zit. En dat als je iets harder pusht. Oh, dat je gewoon gaat uitbreken. En nu in de slipstream blijven. Het voelt weird dat hij niet verder gaat dan 6 versnellingen. We're now in the top 10. Stay focused. Het is af en toe een beetje het duwe trekwerk. Maar het is toegestaan. We staan nu P9. Top 10 in ieder geval. Brilliant first sector, that's your best so far. Ja, daar wilde ik te graag. Dat is zonde. Komt voorbij alsof het niks is. Maar dat is zo weird met die AI hier, man. Het zijn echt plekken waar ze onverklaarbaar heel veel sneller zijn dan jij. En dan andere plekken waar ze zo stromtraag zijn. Maar we schuiven langzaam op. Heb ik ruimte om buitenom te gaan? Nee, kan het niet. Final lap, final lap. Try and take that position. Jezus, dat kon helemaal niet. Oh, nee. Oh. Ik raakte daar heel even de grip kwijt. Een klein tikkie was genoeg. En we staan laatste. Oh, wat zonde. Wat ontzettend zonde. Dat is niet de auto die er in eerste instantie afvloog. Ik denk niet dat we nog kunnen voorkomen dat we laatste worden. Drag race naar start finish? Nee, gaat het nieuw worden. Nou! Kom op! Niet laatste! Oh. Zonde, man! Oh, we waren bezig met zo'n goede opmars. En dan, één fout. Eén fout, het is dodelijk. Je ziet het meteen en je bent gezien. Nou, dit was een Formule B race op Interlagos, jongens. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Dit is een beetje het vreemde wat ik heb met Project Cars 3. Wanneer ik dit soort circuits rijd met dit soort auto's en ook op Silverstone en onthoud. Dit zijn de delen van de game die ik mag laten zien. Ze zijn daar heel strikt in. Je mag dit circuit met deze auto 5 rondes. Minimaal 15 AI tegenstanders en de difficulty moet minimaal op medium staan, geloof ik. Al die dingen hou ik maar aan. En dan zie je gewoon echt een hele brute, vrede game, zoals je van Project Cars gewend bent. Maar, speel ik de carrière modus, dan zie ik daar toch een heleboel andere dingen waar ik gewoon niet vrolijk van word. Niet voor speed circuits, ik zei het al. Ja, ze zien er mooi en spectaculair uit, maar het is niet waarom ik Project Cars 3 speel. En dat is ook een beetje wat ik bedoelde te zeggen met... Ik heb het idee dat Project Cars 3 op dit moment een beetje in een soort van identiteitscrisis zit.
Ze willen heel graag meer mainstream gaan, een groot publiek pakken. Dat verdienen ze ook. Het is zeker als je, wanneer je het naast GT Sport en Forza Motorsport legt, een game die zich absoluut kan meten. En op vele vlakken ook die games voorbij streeft. Maar er zijn ook weer dingen die ze gewoon een stuk minder doen. En ik vind de AI vind ik toch wel een behoorlijk dingetje aan het worden nu. En je ziet het ook weer tijdens deze race. We hebben geen hele gekke situaties meegemaakt. Maar het is gewoon niet gebalanceerd. De ene sector zijn ze bloedsnel. Maar gewoon alsof ze 200 pk meer in de auto hebben liggen. En andere sectoren blokkeren ze bijna zo langzaam reizen. En dat is gewoon ontzettend zonde. De game komt nog deze maand uit. Dit is een early preview build. Hou daar rekening mee. Er zullen een heleboel dingen gepolijst worden. Er zullen een heleboel dingen beter gedaan gaan worden wanneer je dat zo op die manier bekijkt. Er zal uiteraard een day one patch komen. Hopelijk is de AI er beter. Ah, we hadden geen... Oh, ik wou zeggen, we hadden geen voorvleugel meer. Maar dit is na de race. Laat me zitten. Ik zit te kijken naar de replay. Maar althans een soort van de replay. Dit was Project Cars 3. Er zijn nog een aantal andere scenario's die we kunnen laten zien. Ik denk dat ik dat ook nog wel ga doen deze week. Ook weer andere type auto's. Geen officiële GP-circuits. Dus dat is ook zeker een leuk iets om aan te tonen, denk ik. Laat even weten of je daar meer van zou willen zien hieronder in de comments. En vergeet ook zeker niet te subscriben. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En we checken elkaar de volgende keer weer, jongens. Het is hier bloedheet. Het is 35 graden buiten. Ik ga een ijsje eten. Later!